Voorop de Kemmelberg naar Overijssel, dat is een heel end. En het parcours is misschien een beetje te vergelijken, denk ik, hè, Kenneth? Ja, inderdaad. In 2019 heb ik hier ook gereden. Maar het is nu ondertussen wel veranderd, het parcours. Maar inderdaad, heuvelachtig, mooi. In het verleden heb ik hier nog gewonnen in de cross, in de druivencross bij de juniors. Dus ik kom wel graag terug naar Overijssel, ik zal het zo zeggen. Je kent het parcours dus op je duimpje? Mijn duimpje zou ik niet zeggen, maar het is een beetje veranderd. Dus enkele wegen ken ik niet helemaal, maar een deel van de beklimming ken ik wel. Het is een lastige wedstrijd. Hè. Het niveau is ook denk ik een van de hoogste de afgelopen jaren. Hè. Je ziet welke renners aan de start komen, dus het zal zwaar worden. Waar denk je de ontsnapping te kunnen plaatsen? Voor ons is de bedoeling toch dat we vooral in beeld ook rijden. Dus we moeten proberen de vroege vlucht te halen. En dan zien we welke renners nog goed genoeg zijn in de finale. En dan denk dat we met Johnny en Lender Teugels ook goede mannen en die goed bergop kunnen rijden. Dus proberen die jongens dan bij te stellen in de finale. En dan zo ver mogelijk komen. Een echte plaats denk ik, is niet echt aan ons besteed. Ik denk dat we vooral moeten anticiperen en een beetje de kat uit de boom kijken. Voor jou persoonlijk, wordt er nog gecrossed dit jaar? Het crossen is een beetje verleden tijd. Ik zou wel nog wel wat crossen, maar dat is ook een romslomp, zal het zo zeggen, om terug alles qua materiaal en een heel gedoe. Normaal ga je me niet meer in het veld terugzien. Nee. Dat is verleden tijd. Allee, hopelijk is Peter Bouwens na de wedstrijd tevreden over jullie. Ja, dat is de bedoeling. Hè. Dus we proberen vooral in beeldterrein publiciteit nemen voor onze sponsor. Is belangrijk, Belgische sponsor. Dus we doen ons best. Oké, succes. Dank u wel. Merci.